zijn vandaag vertrokken uit Yining en we zijn nu aangekomen in Kuitun. Onderweg vandaag zijn we bij een dorpje geweest. We hebben heerlijk gegeten in een yurt. En een yurt is trouwens een traditionele tent. En we zaten van die lage tafels in kleermakerszit. Met heel erg lekker eten en hele lieve mensen. En we hebben paard gereden. Dat was leuk voor Michelle. Ja, het paardrijden was echt geweldig. Het was echt iets wat ik al heel deze reis wilde eigenlijk. Lekker door de bergen, een beetje galopperen zelfs erbij. Ze luisterden best wel goed, die paarden, vond ik. En het gevoel was echt perfect. Toen zijn we vandaag aangekomen in een super luxe hotel in Kuitun. Waar onze wc een bedieningspaneel heeft met 10 knopjes. Met allemaal sproeistanden en massagestoel. Dus brilverwarming ook. Dus daar gaan we van genieten. En dan gaan we snel slapen, want we hebben morgen weer een lange dag.